Dus de urgentie is zoveel groter dan, laten we zeggen, toen ik 40 was. Dit weekend zijn door heel Nederland duurzame huizen open voor publiek. Ook in Horse, daar wonen Han en Vrouwkje Blok die zich ernstige zorgen maken om het klimaat. Ze willen hun CO2 footprint verkleinen. Ze begonnen jaren geleden al met verduurzamen. In 2009 hebben we ze aangeschaft. Die schuur die stond er al. Dus ik denk: ja, dat is zonde om dat dak niet te benutten. En uh, ja, sindsdien draait het perfect. En we kunnen daarmee ruimschoots voldoende stroom leveren om ons uh, huidige stroomverbruik te voorzien. Maar toen in het begin hadden we nog wat meer stroomverbruik. We hadden nog een paar energieslurpers in huis. En die hebben we zo uh, langzaam maar zeker hebben we die, uh, uit de weg geruimd. Het wordt steeds aantrekkelijker om zonnepanelen aan te schaffen en ze worden ook steeds beter... Als je nu zonnepanelen koopt van dezelfde grootte, die zijn een kwart van de prijs en die leveren bijna twee keer zoveel. Dus is, met de moderne systemen is dat wel verbeterd. Om minder energie te verbruiken werd ook het huis zelf aangepakt. En uh, de isolatie die was gekrompen of in elkaar ge gezakt. Dus die hebben we uh, eigenlijk nagevuld. Bovendien was het dak totaal niet geïsoleerd, de zolder was niet geïsoleerd, dus dat heb ik allemaal zelf gedaan. Naast de aanpassingen aan de woning betekent duurzaam leven ook nog een andere aanpassing. Ja, we zijn ook onze persoonlijke leefstijl gaan veranderen. En op een gegeven moment besloten we willen eigenlijk niet meer vliegen en uh, we zijn gestopt met vlees eten. En wat heeft ze dit en het klimaat in de loop der jaren opgeleverd? Ik heb uh, uitgerekend dat vanaf het begin toen waar ik nog niks gedaan had tot nu toe hebben we op onze CO2 voetafdruk dus de hoeveelheid koolzuurgas die we de lucht is stoten hebben we 84% bespaard. Waarom geen 100%? Ja, we willen ook nog af en toe met een campertje op vakantie en dat is een dieselbusje. Ja, en dat is helaas nog niet elektrisch te doen.